Vandaag is hier in het provinciehuis in Zuid-Holland iets heel bijzonders gebeurd. Want Forum voor Democratie, de grootste partij in Zuid-Holland, is samen met de onderhandelingspartners van VVD en CDA onder leiding van Hans Wiegel gekomen tot een conceptcoalitieakkoord. Dat betekent dat deze drie partijen, Forum voor Democratie, CDA en VVD, eruit zijn op het gebied van woningbouw, infrastructuur, economie en al die andere belangrijke thema's waar de komende 4 jaar in de provincie op bestuurd moet worden. Rob, van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Het is een akkoord op hoofdlijnen en we hebben dat gedaan met VVD en CDA. Maar we moeten er nog een vierde en misschien zelfs wel een vijfde partij bij hebben. We nodigen die partijen van harte uit om samen met ons dit akkoord verder uit te werken tot een definitief programma. We hebben nu 25 zetels van de 55, dus we hebben er nog 3 nodig. Nou ja, SGP, 50+, misschien zelfs Partij van de Arbeid. Alle partijen die op inhoud met ons willen samenwerken, nodigen we uit om met ons om de tafel te gaan zitten om een zo breed mogelijke coalitie te maken. Forum voor Democratie kan soms scherp op de inhoud zijn, kan soms ook met literaire overdrijvingen iedereen in de bomen jagen. Maar uiteindelijk, wij willen gewoon goed bestuur voor de provincie en voor Nederland. En dat willen we laten zien en we nodigen andere partijen uit om dat samen met ons te doen. Want dit moet gewoon slagen. Zuid-Holland kan en moet eigenlijk gewoon dit coalitieakkoord gaan krijgen.